oude man die zich afgezonderd heeft van de beschaving gedurende heel lange tijd. Op een dag vindt hij een jonge man in de velden en hij neemt hem mee in zijn huis. En er ontstaat een soort band tussen hen. Na verloop van tijd klopt de politie aan de deur, komt de oude man te weten dat die jonge man een moord heeft gepleegd. En de vraag is dan, wat doet die met de moordenaar? Ik verwacht een meeslepend verhaal met een sterke boodschap. Spanning, alleszins wel, denk ik wel. En ja, ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd hoe dat gaat eindigen, maar dat is altijd zo. Hè. Ik heb het scenario geschreven in 2003. Dat is 14 jaar geleden. Toen zat ik in een soort spirituele crisis. Ik was nogal emotioneel geraakt door de wreedheid die in de wereld gebeurt. Ik vroeg mij af van hoe moet ik daar als mens mee omgaan. Op een of andere manier heb ik dat moeten kanaliseren in een scenario. Ik vind de film zeer bijzonder. Ik vind dat het een radicale film is. En ik volg dat helemaal, de radicaliteit van Christophe Hoornaert. Ik zou die film zelf helemaal anders gemaakt hebben, maar ik denk iedereen anders. En op dat vlak heb ik echt het gevoel dat Christophe zijn film heeft kunnen maken. Het is een heel persoonlijke film, maar al mijn projecten zijn allemaal heel persoonlijk, omdat ze allemaal geboren zijn uit een soort bezorgdheid en een soort emotioneel drang. Ik vond de film heel sterk. Ik vond de emoties, de film bevatte heel veel emoties, heel sterk doorleefd. In tegenstelling tot veel andere films, zeker Hollywoodfilms. Die films die vallen meestal zo heel snel in een soort van platte of zeemzoete sentimentaliteit. En dat heb ik hier niet gemerkt. De emoties waren oprecht. De punten van kritiek zijn altijd tegenstrijdig. Ik heb al heel veel positieve reacties gehad van heel grote filmmakers. Ik vind het eigenlijk heel chic dat ze eigenlijk bijna met enkel non-verbale taal zoiets prachtigs hebben kunnen maken. Ik ben me ook heel erg bewust dat we dat hier in Vlaanderen niet gewend zijn. Ik geef ook geen antwoorden weg in de film. Het is aan de kijker om zelf antwoorden te vinden.